deze week in het Omroep Evenweekjournaal. Komen we kijken bij een expositie. Leven we de wintermiddag op de praktijkschool Accent. Bezoeken we het Hogeland College voor nieuwe eenpleinontwerpen. En krijgen we meer te weten over de chronische huidaandoening psoriasis. Stichting Smaak heeft weer een nieuwe foto-expositie voor u klaarstaan. We staan in het Sint-Pieters en Blokland gasthuis. Wij waren daarmee in gesprek geraakt om van het voorjaar een expositie te openen. We lieten wat werk zien, onder andere een project dat wij vorig jaar voor Eva hebben gedaan, Jullie Omroep. Daar hebben wij Amersfoort in december weer gefotografeerd en de Eva heeft daar een filmpje van gemaakt, een pauzefilmpje. En het was leuk om die foto's weer te gebruiken en hier op te hangen voor de bewoners, die veelal uit de binnenstad en Amersfoort komen. En zij herkennen hun plekjes op z'n mooist. Het thema is Amersfoort rond december. Dus de feestverlichting is hierbij heel erg belangrijk. En dus Amersfoort in de feestverlichting, om ze alvast in de sfeer te brengen voor kerst en Sinterklaas. Voor de bewoners ja, is herkenbaarheid van Amersfoort en herkenbaarheid van de feestverlichting. Dus ze hoeven niet per se naar buiten om aan het evenement deel te nemen in de stad. We hebben voor Breedbeeld gekozen in verband met Eva, omdat het verleden jaar is uitgezonden op de televisie. En we hebben eigenlijk hetzelfde formaat hier doorgezet, ook in de staande afbeeldingen. Ja, op dit moment exposeren wij onze vorige expositie met als thema Amersfoort globaal. Die hangt in het verzorgingshuis Amershorst tot het eind van deze maand. En die komt in februari weer naar het Pieters en Blokland gasthuis. Dus het roleert eigenlijk een beetje. Maar het aardige is dat bewoners hun plekjes herkennen en dat heel erg leuk vinden. Er zijn nog niet zoveel bezoekers geweest. Vandaag eigenlijk hangen we voor het eerst. Dus ja, je mag het zelf zeggen. Wat vind je ervan? Het Pieters Blokland zit hier midden in de stad. Dat is zo aardig. Mensen kunnen zo binnenlopen natuurlijk. Veel mensen hebben natuurlijk kennen bewoners, oude buren of familie. En je kunt vrij binnenlopen. Het is altijd geopend. En dat maakt het voor ons natuurlijk heel interessant om foto's op te hangen. De publieke functie is groot hier. En dat is leuk. Maar ze kunnen ook altijd naar onze galerie aan de Stadsring komen natuurlijk. We zijn iedere zaterdagmiddag open. Op de school Accent zijn er veel praktische dingen te doen met als thema de winter. Nou, we hebben vanmiddag hier een wintermiddag. En in die middag willen we allerlei activiteiten aanbieden voor mensen hier uit de buurt. Om dingen te doen die met de winter dan te maken hebben. We hebben een aantal praktijklokalen en in het praktijklokaal Hair & Beauty kan je haar laten doen, je kan je nagels laten lakken. We hebben een prachtige kast daarbuiten, nou, daar kunnen de mensen iets voor winterdecoratie maken, iets wat met de bloemsierkunst te maken heeft. Je auto laten controleren of dat in de winter goed genoeg is, of die winterproof is, dat kan bij de Car & Care. Ook kun je bij de fiets. Of je fietsverlichting in orde is, want het moet natuurlijk veilig kunnen fietsen. En bij het houtlokaal kan je een kerstboompje laten maken. Of kan je samen maken met die docent daar. Ja, ik ben Katinka van Ree. Ik werk hier op Accent Amersfoort praktijkonderwijs. En ik werk het meeste in de winkel en in de kas. In de winkel leren wij de leerlingen hoe het is om in de detailhandel te gaan werken. Ze leren inpakken. En alle voorkomende werkzaamheden, dus klanten ontvangen, op de kassa leren werken, geld teruggeven en aannemen. Daarbij maken we ook bloemwerk in de school, ook voor de mensen buiten en geven we regelmatig workshops waar de leerlingen ook bij helpen. Vandaag is Resto open, dat is het restaurant bij ons in de school wat laagdrempelig is. Dus waar voor een klein budget gegeten kan worden. Alle praktijkgedeeltes op school zijn open en het thema is winter.
Hier in de kas maken we dan wat gezelligs voor in huis voor de winter. Nou, wat eigenlijk heel belangrijk is, dat de leerlingen bij ons centraal staan. Dat wij de verantwoordelijkheid geven aan de leerlingen. Dat kunnen ze ook heel goed. En dat wij hun daarbij helpen. Wat centraal staat, ja, is er eigenlijk wel talent van de leerlingen. Ja. Nou, wat ik heel belangrijk vind, is dat leerlingen op deze manier echt iets kunnen leren. Een betekenisvolle praktijk van leren. Want je kan van alles aan leerlingen vertellen en je kan het voordoen. Maar op het moment dat zij met mensen de dingen maken, daar leer je gewoon het meeste van. Kinderen van het Hoge Land mochten zelf het uiterlijk van het Eénplein ontwerpen. Ik heb nu een rol gespeeld in de jury. Dus deze leerlingen van het Hoge Land College, tweede klasse, die hebben zich maandenlang bezig gehouden met een opdracht van de Stichting van de Vrienden Eemhaven. Om na te gaan wat een goede invulling zou zijn, stedenbouwkundig, van de plek die nu nog bebouwd moet worden bij het Eénplein. Ter hoogte van Zandvoort aan de Eem. En een zogenaamde grindbak die daar ligt, de nog openstaande locatie. Het moest in de omgeving passen. Ze moesten ook een maquette maken. Die moesten ze zodanig maken dat die ook op meerdere manieren zou kunnen worden ingevuld. Dus ook alternatieven aankaarten en het zo goed mogelijk onderbouwen. Ja, nou, het was een leuk project om te doen. Je had heel veel vrijheid. Je kon heel veel zelf bedenken wat je wilde. Er zijn ook vrij verschillende dingen gepresenteerd. Dus dat is ook wel leuk. Iedereen had iets anders. Ik zou voor mezelf spreken, heb het ervaren als een leuk project waar je veel vrijheid in kon uiten en allemaal leuke dingen kon bedenken. Ja, geweldig. Dat geeft je toch wel het gevoel dat het ook wel invloed heeft op wat er gaat komen in de stad. Dat het niet is van, hier is een project, bedenk iets voor dit stuk grond en vervolgens is het leuk, dan stuur het op naar de burgemeester en misschien doen ze er wat mee. Maar nu heeft hij het gewoon zelf gezien. En denk ik gewoon dat de kans groter is dat één van onze ideeën er gewoon gaat komen. Het is allemaal zo anders dat je het niet echt kan vergelijken. Dus ja, als het 1 mil verdoet aan het project, dan... ik vond het goed dat zij gewonnen hebben. En ik vond het gewoon leuk om te doen. En ik vind het op zich niet erg dat ze verloren hebben. Het is ook fijn dat ze gewoon gezegd hebben waarom dat groepje het beste was. Dat niet zo is van dat is de winnaar, omdat we dat groepje het leukst vonden. Maar gewoon dat het echt met duidelijke argumenten ook ging. Dus ja, ook dat je hier veel mee kan nemen naar het volgende project. Dus het was een geslaagde dag? Ja. Ja, nogmaals, ook in de echte samenleving staat nu ter discussie hoe er verder moet worden gebouwd bij en naast het Eénplein in de nieuwe stad, maar ook op de plek, de laatste afronding van het Eénplein, de zogenaamde grindbak, de locatie, daar komen discussies over. De hele stedenbouw, hoe dat verder moet, historisch en nieuwbouw, met elkaar verbinden. De Stichting Vrienden van de Eemhaven wil daar graag discussie over aangaan, ook het historische bewaren en ook het nieuwe een goede plek daarin geven. En daarover organiseren we een symposium met onder andere bekende stedenbouwkundige Rien Bakker op 3 december. En we roepen graag iedereen op om daar ook bij aanwezig te zijn in de stad van Kahen om 19:30 op 3 december 's avonds. Het Meander vertelt ons meer over de chronische huidaandoening psoriasis. Er zijn veel huidziekten die chronisch zijn. Eén daarvan is bijvoorbeeld psoriasis. Het kan wel wisselen in de tijd hoeveel last mensen ervan hebben. Maar over het algemeen, als je psoriasis 1 keer hebt, dan hou je het. Je kan het herkennen door rode, vaak schilferende plekken. Meestal op hele specifieke plaatsen op de huid, zoals de ellebogen, de knieën, soms ook achter de oren of laag op het achterhoofd. Maar het kan ook op andere plaatsen zitten en dan kan het moeilijker te herkennen zijn. Met name als het bijvoorbeeld in plooien zit, dan is het niet zo heel typisch te herkennen. We hebben hier op de afdeling speciale cabines waar mensen dan in kunnen komen te staan. Soms gecombineerd met ook nog een bad vooraf daaraan. Als mensen hele dikke plekken hebben, dan doen we ook al een speciaal soort zalfbehandeling hier op de afdeling. En soms combineren we dat dan ook weer met bad en licht. Dus dan zijn dat hele intensieve behandeltrajecten hier in de polykliniek.
Nou, wat je hier ziet is een lichtcabine. Mensen komen hier dan 2 keer per week om belicht te worden. En de eerste paar keer is dat echt heel erg kort. Dus een paar seconden maar dat de lampen aangaan. Maar als ze hier dan komen, dan kleden ze zich uit tot op het onderbroekje. Ze krijgen een speciale kap of een brilletje op om hun gezicht en ogen te beschermen. En dan gaan ze in deze cabine met allemaal speciale lampen daarin. Daar komt UV-licht uit. Cabine gedicht. Assistenten stelt op deze knopjes in hoe lang iemand erin moet staan. Lampen gaan aan. En na de afgesproken tijd, zeg maar, gaan de lampen weer uit en is het weer klaar. Je kan in eerste instantie iets proberen van de drogist, maar over het algemeen zal dat bij psoriasis niet helpen. Omdat er in de middelen die in de drogist verkocht mogen worden, geen stoffen zitten die heel actief echt de ontstekingsreactie die psoriasis veroorzaakt tegengaan. Dus hooguit iets om het wat comfortabeler te maken, wat te verzachten, maar niet echt om te behandelen. Psoriasis komt op alle leeftijden voor. Er zijn ook kinderen met psoriasis. Bij kinderen geven we liever geen lichttherapie, omdat we weten dat UV-licht op de lange termijn toch ook schade aan de huid kan geven. Maar bij pubers, bij jongvolwassenen, maar soms ook wel pas op haast bejaarde leeftijd, zeg maar, dat mensen voor het eerst psoriasis ontwikkelen. Er wordt wel heel veel onderzoek naar gedaan wat nou precies de oorzaak van psoriasis is. Maar waarschijnlijk is er niet, of dat weten we eigenlijk wel zeker, er is niet één oorzaak. Het is vaak een combinatie van dingen die er bij elkaar voor zorgen dat iemand psoriasis krijgt.